Ik vind maar zo positief. Je hoort de machine op de achtergrond. Ja, nog een paar minuten te spelen bij Wales tegen België. En zoals zo vaak, dan heb ik de bijzet echt niet uit inpacht. Maar ik weet wel uit ervaring dat ik toch wel 75-80% van mijn voorspellingen voor voetbal in zijn algemeenheid. Hè, Nederlandse competitie, buitenlandse wedstrijden. En dit keer in het EK voetbal toch heel vaak goed heb. Mijn voorspelling is geweest, al eerder deze weken, dat Italië zou verder komen. Ja, dit is ook zo'n wedstrijd, van, ook dat Engeland eruit zou vliegen. En nu is de voorspelling dat Wales gaat winnen van België. Het is niet eens zozeer een stunt, want ik vind het eigenlijk, ja, gezien de wedstrijd, wel een beetje een zelfsprekendheid. En België gaat gewoon winnen van, of verliezen van Wales. Dat staat inmiddels in 3-1. En dat had ik dus voorspeld. En morgen, nou let nou maar echt op mijn woorden. Morgen is Duitsland tegen Italië. En Italië gaat gewoon winnen van Duitsland. Dat denk je echt gif op innemen. In België, ja, wordt een beetje overschat. Ze stonden enige tijd lang nummer 1 op de wereldranglijst. Ja, natuurlijk hebben ze best wel een goed team. Maar om dat te zeggen dat we de beste team van de wereld hebben, dan gaan we echt een beetje te ver. Leuke voetballers, een paar zeer leuke voetballers zelfs. Maar België is absoluut niet de wereldtop en zeker niet van wereldklasse. Dat geloof ik geen ene moment bij. Daar heb ik ook nooit een idee bij gehad dat België echt bij de wereldtop zal horen. Dat hoort Nederland al heel lang, sinds het WK, 2 jaar geleden al helemaal niet. Dus daar hebben we het niet over Nederland, maar België wordt absoluut niet bij de wereldtop. Al hebben ze gewoon een leuk team, een goed team, niks mis mee. Maar Wales gaat winnen. Het is bijna afgelopen. Het is 3-1 voor Wales. En ik had voorspeld. Nou, daar heb ik wel mijn, moet wel een beetje bijstellen. Ik had gezegd dat het in de verlenging zou plaatsvinden, of misschien een strafschoppen. Maar los daarvan is dat helemaal niet zo belangrijk en niet zo interessant. Het gaat erom dat Wales gaat winnen van België en dat heb ik voorspeld. In het verleden heb ik heel vaak in cafés, er kwamen mensen zoals bij mij van mee in Marcel Wattert met wedstrijden van Ajax en ook vroeger EK, WK, Nederlandse elftal. En heel vaak had ik dat goed. En dit jaar heb ik het ook weer goed. En daar blijf me daar volgen. Het wordt steeds interessanter en te mooi. En het is ook steeds interessanter om naar mij te luisteren. Gewoon zeggen, doe wat ik zeg, gewoon mijn weg volgen. Zowel privé als zaken. Let aan mij op. Daar ben ik goed in, denk ik. Wales gaat winnen van België. België kan lekker naar huis toe. Ik vind het jammer aan de kant, maar het is gewoon terecht.